Een hele goede middag, dames en heren. U kijkt naar het Holland Heineken House lunchprogramma. Mijn naam is Hidde van Warmerdam. Naast mij zit Anne-Greet Haars. En wij gaan u voorstellen aan onze gasten van vandaag. Sportliefhebber tot in het diepste van zijn ziel. Al jarenlang bekend als sportpresentator. Tegenwoordig anchorman bij Fox. En natuurlijk kennen we hem als de perschef van het Nederlands elftal. De man naar wie ik vroeger vaak in pyjama zat te kijken. En nu is hij hier, Kees Jansma. Het kan gek lopen in het leven. Hij was zelf zeer verdienstelijk schaatsen, wilde na jaren hard trainen en wedstrijden rijden eigenlijk stoppen, maar kreeg toen een belletje van de TVM-ploeg. Sindsdien is hij een belangrijke schakel in het succes van schaatskoningin Irene Wüst. Dames en heren, Freddy Weddemars. En in zijn jeugd zat hij 6 jaar op het skigymnasium. Hij is voormalig wedstrijdskier en sinds 2007 directeur van de Nederlandse skivereniging. Onder zijn leiding kent Nederland de grootste afvaardiging in de bergen ooit. Hartelijk welkom, Frits Avis. Heel bijzonder, de afvaardiging in de bergen was nog nooit zo groot. Dat is echt iets om heel trots op te zijn, denk ik. Nou ja, uiteraard zijn we ontzettend trots op. Dat is een lang traject geweest. Daar zijn we al jaren mee bezig. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat er nu 6 snowboarders in ieder geval het nu gehaald hebben. Het gaat om het even cru te zeggen, wel echt slecht. Veel vallen, ook onnodige dingen eigenlijk. Hoe komt dat? Ja, kijk, sport is onnodig natuurlijk een ontzettend moeilijk begrip. Want je moet ervan uitgaan dat niemand dat natuurlijk wil. Daar hebben zij niet jarenlang hard voor getraind en zijn ze mee bezig geweest. Maar het is gewoon realistisch zijn. Het is niet dat wat we verwacht hadden. Daar kan ik heel maar is het te druk? Hebben ze te weinig wat? Ik denk dat je het gewoon echt op ieder individueel niveau moet bekijken. En ieder heeft echt een eigen verhaal. Kijk, Cyril is gewoon echt jammer, want normaal gesproken is zij met 5 andere meisjes die eigenlijk altijd wel het podium gewoon verdeelt. Daar had ze ook gewoon bij in de buurt moeten komen. En dat vind ik eigenlijk jammer. Laatste wereldbekerwedstrijd stond ze nog op het podium. Precies, ja. Zilver, daarvoor brons. Dus je kan dat niet veralgemeniseren, om het zo maar te zeggen. Nee. Het is zonde dat dat gebeurd is. En vooral zonde dat ze niet hebben laten zien wat ze eigenlijk kunnen. Die blessure van Berghuis, want wij waren daar gisteren, die moet vrij ernstig geweest zijn. Hè? Want ik hoorde dat die helm zwaar beschadigd was bij de training, voor ze moest gaan rijden. Ja, nee, absoluut. We hebben de beelden natuurlijk gisteren gezien. Ik kan je voorstellen, als zo'n helm breekt, dan moet de klap echt gigantisch zijn. Dat helpt natuurlijk ook niet op zo'n dag. Nee, dat helpt niet. Nee. Ik denk dat zij natuurlijk op adrenaline heel veel dingen heeft weggestopt. Alleen wij wisten natuurlijk wel van tevoren van, om het zacht uit te drukken, dit helpt niet. En het is enthousiast heen gekomen met veel publiciteit. Nu krijg je het succes van het schaatsen. Jullie vallen letterlijk en figuurlijk een beetje om. Ja. Dat je nu zegt van, we beginnen toch weer met een achterstandspositie. Nou goed, Kees, jij weet ook hoe sport werkt. Hè? Je moet dat nooit op één moment pakken. Nee. En dat is natuurlijk hier ook gewoon het geval. Ja. Dus, maar iedereen kijkt nu naar je sport. Maar dan word je wel een beetje afgerekend. Dat is ontzettend jammer. Ik bedoel, dat had ik ook gehoopt. Weet je? Het is natuurlijk prachtig van de spelen dat het voor onze sport natuurlijk ook echt een goed platform is. Om te laten zien hoe leuk het is en hoe goed we eigenlijk zijn. En dat voelt wel een beetje als een gemiste kans. Ik voel het niet als een stap terug, daar kijk ik dan toch wel anders naar. Maar ik zie het wel, je had graag nog meer inspiratie als het ware ook willen geven door je goede prestaties. Freddy Weddemars, lid van de TVM-ploeg, trainingsmaatje van onder andere Irene Wüst. Hoe keek jij gisteren naar de 1500 meter bij de vrouwen? Heel dubbel, ja, toch wel. Je ziet dan die eerste rit van Jorien ten Mors, voor het wel. En dan weet je eigenlijk al van, god. Weet je, dat is net eigenlijk een halve seconde te hard en dat bleek achteraf ook wel. Wist jij genoeg? Ah, goed, iedereen kan dat ook. En dat was wel een geruststelling dat zij het in Heerenveen gedaan had. En, het ging hier harder dan in Heerenveen. Zoals de mannen reden ook al een seconde harder dan dat ze toen in Heerenveen reden. Dus wat dat betreft hoop je maar dat iedereen ook rustig blijft. En, ik denk toch wel dat je dan dat de druk wel zo hoog wordt dat je dan toch iets verlammend gaat schaatsen. Achteraf, ze heeft gewoon echt. Het was echt eentje beter gisteren. Maar jij hebt dus het afgelopen jaar heb jij getraind met Irene. Ja. Er werd ook veel gezegd van Irene is zo sterk dat ze een man nodig heeft om mee te spannen. Neem ons eens mee naar zo'n trainingsmoment samen met Irene Wüst. Nou, ik ben een week met haar in Spanje geweest. We hebben heel veel gefietst. En dan moest ik wel sprinten. Dan kan ik haar niet op mijn wiel krijgen. En dat. Daar had ik toch voorseizoen, toen ik begon hieraan, dacht ik van, ik hou er iets meer over. Ja. Maar dat viel wel tegen. Hè? Hoe ziet jouw wereld eruit na deze Spelen? Want ik heb begrepen dat je tot de Spelen was vastgelegd. Ja, tot de Spelen was vastgelegd. Ik heb, afgelopen jaar heb ik gewoon 40 uur gewerkt per week. Ook nog? En, ik heb een hele goede baas die mij op bepaalde momenten, dat ik even mocht trainen met Irene Wüst. Dus ik heb dubbele vakantiedagen gehad.
En vaak kom ik om 11 uur aan, omdat ik eerst met iedereen getraind heb. En dan werk ik gewoon door tot 7 uur. Dat is best wel lange dagen. Bittig, heb ik gemaakt. Ja. Ja. Maar in deze rol is nog niks vastgelegd dat je doorgaat als haar trainingspartner? Nee, Irene heeft me wel gevraagd van god, ik heb het zo leuk met je gehad. Ik heb heel veel aan je gehad. Dat vond ik heel leuk om te horen. Ja. Zou je het nog een jaar willen doen? En toen heb ik gezegd van ja, ik vind het heel leuk en ik zou het zo weer doen. En mag je eerst maar eens kijken of er een nieuwe ploeg gaat komen en hoe die eruit ziet. Misschien heb je dan wel iemand die nog weer veel beter is. Mijn werk kan doen, ja dan... Ik heb het gevoel dat het gewoon wordt doorgetrokken deze... Okay. Als iedereen het al vraagt, dan heb je weinig meer... Zeg daar maar eens nee tegen. Ja. Ja. We gaan naar het grote fenomeen Twitter. Ja. Kees, let op, dit is favoriet alles wat jij mist. Komt ie aan. Nou, ik heb geloof ik nog nooit teletext weer zo populair gezien als gisteren en vanochtend. Ja, de medaillespiegel, hè. Het was nogal populair op de social media. Want we staan natuurlijk op 2, we hebben de meeste medailles. En zoals Kees al zei, meer medailles dan Duitsland. Dus laten we nog wat goud erbij plakken, dat we er echt helemaal overheen gaan. Ook dan Rusland en de Verenigde Staten. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, zeker. Het is een fantastische plek. Ik kwam deze infographic tegen, zoals dat zo mooi wordt genoemd, met allemaal leuke feitjes over het Olympisch Park. Zo wordt het park elk uur door 120.000 mensen bezocht. Het is overigens voor het eerst dat op Medal Plaza alle medailles worden uitgereikt. Zo'n Medal Plaza bestaat al sinds Salt Lake City. Maar nu voor het eerst echt dat alles daar gebeurt. In totaal gaan we 89 ceremonies zien. 432 medailles en dus ook 432 bloemetjes. Overigens wel de lulligste bloemetjes die ik ooit heb gezien. Dus je zou toch denken dat al dat geld hier in Rusland, dat ze wel een iets mooier boeketje van hadden kunnen maken. Maar daar is het geld overduidelijk niet in geïnvesteerd. En ook, ik zag 60 mobiele eetentjes. Vond ik ook een tikkeltje karig. En ik weet niet, de mensen die misschien al op het park zijn geweest, maar je bent ook ongeveer 1,5 uur bezig voor een pizza slide. Dus ook daar hadden ze misschien wel iets. Ik heb ze alle 60 bezocht. Dan deze tweet. Ja, we hadden het er... We hadden het er net al even over. Ik zag het van de journalist van de NOS. Er zijn dus enorm veel afmeldingen bij de 10 kilometer. Wat op zich natuurlijk al bizar is in de Olympische Spelen. En nu nog maar 15 deelnemers. En dan moet er dus één iemand alleen. Hoe pittig is dat, Freddy? Dat je dan opeens alleen moet? Dat is om 10 kilometer wel echt een nadeel. Je hebt sommige schaatsers, zoals Sven Kramer en Jorrit Bergsma, maar die zullen... waarschijnlijk ook de hele rit alleen rijden. Dus dat is relatief natuurlijk. Ja, ja. Kunnen we jou niet toevoegen? Ja, ik zou graag willen rijden. Je bent toch fit. Weet je, ik heb dan afgelopen jaar heel veel gewerkt. Maar 500 meter per jaar, die haal ik niet meer. Maar een PR op de 10 kilometer, die zit er zeker in. Moet wel lukken. Nou ja. Het was afgelopen dagen was het zo mooi weer. Maar daar is echt helemaal niks meer van over. En in de bergen is het dus zeer mistig. Je ziet helemaal niks. Gisteren is de wedstrijd bij biathlon bij de 15 kilometer al afgelast. Vandaag is hij zelfs weer uitgesteld. Dus dat is wel heel vervelend voor die atleten. Ook een snowboardcross uitgesteld. En het schijnt ook nog wel dat het wel even nog zo blijft. Heb jij daar iets van meegekregen? Hebben jullie daar nog last van? Van de slechte weersomstandigheden? Nou, laat ik het zo zeggen, dat hoort ook een beetje bij wintersport inderdaad. Ja. Maar het is natuurlijk zonde, zeker omdat je hier echt in een tijdframe zit met uitzendschema's en dat soort zaken. Alles dus dat is wel echt lastig inderdaad. Ja. En voor de atleten zelf is het natuurlijk ongelooflijk vervelend dat je moet wachten. Ja. Tot slot, het is zo gezellig in het Holland Heinekenhuis. Zo gezellig dat gisteren Van Velzen samen met Jochem Uithagen hier in de Olympic Club de boel moest sluiten. Ik kon het toch niet laten om deze prachtige foto nog eventjes tot slot mee te nemen, om maar te gaan zien. Hoe laat was dit? Ja, het gaat hier om 1 uur dicht, dus ik denk, ik zie Niels er staan. Ik denk dat het 2:30 was. Oh, daar wil hij niks over loslaten. Nou, in ieder geval een mooi plaatje die we in de boeken gaat, denk ik zo. Hoe kom je hier op de Winterspelen terecht, Kees? Omdat ik ze volg sinds 1976. Ja. Dat is nou het ver voor jouw tijd, voor velen tijd, vrees ik. Maar dat waren mijn eerste Olympische Spelen en daarna heb ik besloten dus allemaal bij te wonen, of werkend of voor mijn lol. En nu ben ik voor mijn lol met mijn hele gezin. En wij genieten volop. We zijn vrij van allerlei verplichtingen. En reizen naar alle sporten. Want ja, wij zijn zo opgevoed met al die sporten. Dus hartstikke leuk. En vind je het nou heerlijk dat je hier even helemaal geen rol hebt? Of denk je van, nou, eigenlijk zou ik wel verslag willen doen? Nee. Daar heb ik helemaal geen last van. Dat is een prettige eigenschap. Ik heb velen die niet goed zijn, maar dit is een prettige eigenschap. Ik kan ontzettend genieten van sport. En eigenlijk meer dan als ik zelf betrokken ben bij evenementen. Ik sprak net even Maurits Hendricks hier buiten. En we zijn samen naar Brazilië geweest om daar
hotels te verkennen. Hij voor de spelen, ik voor het voetballen. En toen hadden we beide hetzelfde probleem. Tijdens zo'n evenement kun je weinig genieten. Je geniet te weinig. Ja. Ik geniet te weinig van bijvoorbeeld Bert van Marwijk en het WK voetbal. En dat heeft hij natuurlijk ook. Je loopt achter allerlei dingen aan. Je bent zo bezig met de volgende dag, de volgende momenten, dat je weinig kunt inhaleren van wat het grote succes is. En dat gun ik mezelf nu lekker. Ja. We gaan even terug naar dat voetbal. Komende zomer WK voetbal in Brazilië. Dat wordt jouw laatste kunstje, om het zo te omschrijven, als persje van Nederland zelf dan. Ja, dat lijkt me precies op tijd. Hoop ik tenminste. Ja. Nou loopt hier toevallig een man rond. Een perschef naast Maurits Hendricks. Ja. Ook met alle respect, lijkt misschien wel ergens op je. Jullie zijn geloof ik ook goede vrienden. Ik heb het over John van Vliet. Ja, we zijn zeer goede vrienden, gelukkig. Wordt dat jouw opvolger, om het mij even heel direct te vragen? Ja, dat kan ik ook meteen beantwoorden. Zover zijn we nog niet. Hij zal, als hij wil, dat weet ik niet, tot de kandidaat te worden. Maar Renske Bruinsma van de KNVB en ik mogen dat samen mede gaan bepalen. Vind ik hartstikke leuk. Als je ergens weggaat, je mag het over je opvolger hebben. Maar dan moet je heel erg oppassen dat je niet automatisch naar je beste vrienden neigt. Dus ik laat me daar indien nodig corrigeren. Maar je bent wel met hem in gesprek? Ik ben iedere dag met hem in gesprek, maar dan gaat het over het schaatsen. Hierover? Ja. Hierover niet. Nee. Kees, we wensen je ontzettend veel plezier met je gezin hier. Geniet van de vrijheid die je hebt tijdens deze winterspelen. Dat gaat lukken. Ja, dankjewel. Wij bedanken alle drie de gasten, Kees, Freddy en Frits. Dank voor jullie komst. Fijn dat we met jullie mochten praten. We bedanken u en we zeggen dat we er morgen weer zijn om 12:00. Tot ziens.